Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Bergsenhoek, Den Haag en Wageningen demonstreren vandaag. En niet alleen in Europa, maar over de hele wereld in 550 steden. We zijn vandaag bijeen op de Dam in Amsterdam om op een nieuwe manier te demonstreren tegen een gentech bedrijf, onder andere Monsanto. Maar Synorga is ook een bedrijf waar we tegen demonstreren. Het gaat, ik ben van de organisatiegroep Mama Weet Wat Je Eet. En we hebben een dag georganiseerd vandaag waarin we met name voedsel willen ruilen met elkaar. Omdat voedsel ruilen, maar ook zaden ruilen, een alternatieve manier is van met voedsel omgaan. Een van de dingen die Monsanto doet is voeding genetisch manipuleren. Op een microniveau dingen uit elkaar pluizen en weer bij elkaar stoppen. Dat is een proces waarvan zij zeggen dat het de wereldhonger tegengaat. Maar waarvan nog te weinig is vastgesteld dat het ook veilig is. En waar veel elkaar tegenstrijdige berichten over te vinden zijn. Aan de ene kant zijn er onderzoeken die uitwijzen dat het veilig is. Maar aan de andere kant zijn er ook onderzoeken die uitwijzen dat het ernstig kankerverwekkend is. En er is nog niet duidelijk wat genetisch gemanipuleerde voeding op de lange termijn doet. Dus we weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag 12 oktober is de dag dat ook Columbus wordt herdacht in veel landen als een feestdag. En wat ook veel mensen niet weten is dat Columbus als het ware een moordenaar was en helemaal niet de eer verdient die hem wordt toegeschreven. Want zij heeft in 15 jaar geloof ik de hele bevolking van Hispaniola uitgeroeid. De Taino. En verder is het zo dat hij eigenlijk wordt gezien als de ontdekker van Amerika, terwijl Amerika al lang bewoond was. Dus die zaken zijn een beetje tegenstrijdig. Voor ons inheemse volkeren vandaag is een dag om te reflecteren. Is een dag dat heeft begonnen de kolonialisme. Waardoor wij zeggen, stop kolonialisme. Onze landen zijn waar Monsanto komt, landgraven. Wij noemen dat landroof. Onze landen zijn verpest door Monsanto. Monsanto moet stoppen. Die hele forest waardoor inheemse volkeren wonen of hebben ze gewonnen, bestaat niet meer. Komen ze super massief grote plantaties van soja, palmolie, zo verschillende crops. Dat maakt niet alleen die leven van inheemse volkeren slecht, omdat die mensen moeten ook verplaatsen, maar ook voor de biodiversiteit in de area. Het goede nieuws is dat ergisteren, waar ik kom vandaan, Mexico. Mexico heeft gezegd aan Monsanto, wegwezen! No more! En ons verzet werkt. Want er zijn sinds de laatste demonstratie in mei een paar kleine succesjes geboekt. Zo is het Monsanto Protection Act afgewezen. Heeft dan wij besloten om GMO-producten niet meer toe te laten. En zijn er sinds de laatste demonstratie zijn de aandelen van Monsanto met 13% gedaald. Ja, je merkt dat er in gemeentes en in overheden ook mensen wakker beginnen te worden, zoals wij dat noemen. Dat mensen ook in overheden die ook kinderen hebben zich af gaan vragen, goh, hoe veilig is het eigenlijk? En wil ik wel dat mijn kind genetisch gemanipuleerd voedsel eet, als er nog niet eens echt duidelijk is wat het over 10 jaar met een mens doet? Het feit dat bijen doodgaan van het stuifmeel, wat betekent dat als wij als mensen 10 jaar lang genetisch gemanipuleerd voedsel eten?
Nou, die vragen en dat overheden zich daar vragen over beginnen af te stellen en beginnen te stellen. En ook dat ze dus minder makkelijk eenzijdige informatie krijgen en daar ook gewoon op afgaan. Dat zien we wel al gebeuren en dat is wel iets wat we bereikt hebben. Het andere wat ik heel opmerkelijk vond is dat, en dat werd net ook al even genoemd, dat de mainstream media heel selectief is. En dat wist ik al van horen zeggen. Maar ik heb het zeker ook op de vorige demonstratie echt ondervonden. Want ik stond hier met misschien wel 2,000-3,000 mensen. We waren met een ontzettend grote groep. We hebben een hele optocht door de stad heen gedaan. En het stond niet eens in het nieuws. Terwijl een paar weken later wordt er door wat studenten gedemonstreerd tegen een beslissing die dan gaat over studentenfinanciering. Of het hele gebeuren met Poetin en de homoseksualiteit. Dat komt ieder uur in het nieuws. Hiervan is niks weergegeven, terwijl het echt een grote demonstratie was. Dat vond ik ook opmerkelijk. Daarvan werd ik mij bewust dat we nog meer alternatieve kanalen moeten aanboren en dat we met iets belangrijks bezig zijn. Want anders zou het juist wel rugbaarheid krijgen. Volgens ons, een van de oplossingen is in eerste instantie mensen bewust maken. We hebben net ook een speech kunnen horen van iemand van de Partij voor de Dieren die ook ons steunt. En bij hun samenwerking zijn we mee aangegaan. Daar wordt onder andere, hij vertelde, we hebben als mensen, als burgers, hebben we twee wapens. De ene is informatie, zowel ontvangen als geven. Dus zorg dat je collega's, je familieleden, je vrienden op de hoogte zijn van wat genetische manipulatie inhoudt. En daar hoef je niet eens zozeer te zeggen dat je er tegen bent of dat het slecht is. Maar in ieder geval dat we nog niet weten hoe goed of slecht het is. Alleen dat al is heel belangrijk. En het tweede is, zoals de politicus van de Partij van de Dieren heel mooi net zei, je hebt je mes en je vork als wapen. Kies bewust met eten, koop bewust. Koop bij grote biologische ketens of juist bij boeren, kleinere biologische bedrijfjes. Koop lokaal. En zorg dat je bijvoorbeeld petities tekent waarin je als burger eist dat de genetische manipulatie van producten altijd aangegeven staat op de verpakking. Dan kun je daarvoor kiezen om dat niet te eten. Nou ja, we hebben allemaal tegenwoordig toegang tot de computer. Het is heel makkelijk om via YouTube of Google heel veel berichten erover te lezen en je erin te verdiepen. En dan zul je zowel pro als tegen tegenkomen. Maar het is al goed om alleen dat te zien. En ik denk, ja, de bevolking, de mensen om je heen bewuster maken, dan kan het een olievlek worden. En dat is wat we nodig hebben. Okay. In wat voor wereld we wel willen leven, is er één waarin goede omstandigheden voor bijen worden gecreëerd. Dat kunnen we doen door guerrilla gardening en een verdere vergroening van de stad. Dus meer moestuinen, terrastuinen, geveltuinen, verticale tuinen en daktuinen. Met daarbovenop bijenkorven. Die kant moeten we op. Want samen groen, gewoon doen. En niet te vergeten, weet wat je eet. Weet wat je eet. Is er ontdekt dat een aantal bijsoorten niet goed tegen genetisch gemanipuleerde voedsel kunnen. Zij gebruiken natuurlijk de stuifmeel van planten om honing te maken. En daar gaan hele bijenvolkeren aan dood. Nou zijn de bijen een van de belangrijkste dieren in het hele voedselproces. Want zij bestuiven en bevruchten dus allerlei planten door van de ene naar het bloem naar de andere te vliegen. Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. En er is nu vastgesteld dat onder andere genetisch gemanipuleerd voedsel de bijsterfte veroorzaakt. Wat in de toekomst heel gevaarlijk kan zijn. Omdat het voorkomt dat planten zichzelf kunnen voortblijven planten. Take your herbicides in my homeland.
organisatie dit keer voor gekozen om op een positieve manier. Want wij geloven dat wat je aandacht schenkt groeit. En geef je iets negatiefs aandacht, groeit het. En wij willen juist het alternatief aandacht geven. En dat is eerlijke biologische voeding. Maar dat is ook voeding delen met elkaar. En met elkaar een connectie aangaan waarin bijvoorbeeld ruilhandel weer mogelijk wordt gemaakt. En dan heb je niks aan grote bedrijven met veel geld. Het maakt ons onafhankelijk als burger, als je kunt ruilen met elkaar. En op die manier creëer je eigenlijk op een positieve manier afstand en onafhankelijkheid. Ik doe zelf veel aan mediteren en aan yoga. Tosca is een van de starters in het hele mama gebeuren. En zij doet dat ook en wij hebben daar samen over gebrainstormd. En het mooie van een groepsmeditatie is dat je op een energie kan komen met elkaar die gelijkgestemd is. Je kunt afstemmen en vanuit stilte beginnen. Stil zijn met elkaar en ergens met je ogen dicht zitten vraagt ook een stukje durf, een stukje vertrouwen. En dat zijn ook kwaliteiten die we graag terug zouden willen zien meer in de maatschappij. Eerlijke voeding gaat ook over vertrouwen. En ruilhandel gaat ook over vertrouwen. Het gaat niet meer op een weegschaal. Dit is zoveel geld waard en dat moet ik ervoor krijgen. Maar ik heb dit, dat wil ik graag delen. En als ik daar iets anders voor terugkrijg. Mediteren en op een mindfulness manier leven past wat ons betreft ook in dat concept. En daarom hebben we ervoor gekozen om onze demonstratie met de meditatie te beginnen. Namo Shi. Er zijn verhalen dat mensen ziek zijn geworden van verschillende eerste producten. Wat er eigenlijk gebeurt bij deze hele grote corporaties die miljarden bezitten, is dat ze zowel van, zeker in Amerika, maar ook van Nederlands, van Europese regeringen, eigenlijk door geld te gebruiken en te lobbyen, eigenlijk overal mee weg kunnen komen. En zij gebruiken nu ons als mensen als een soort heel groot testpanel. En of we nou ziek worden of niet, maakt voor hun niet zoveel uit, want ze verdienen toch wel. Het enge is dat ook veel grote bedrijven bijvoorbeeld ook een onderdeel zijn van de farmaceutische industrie. En dan verdien je het meest als mensen ziek worden. Dus daar wordt ook over en weer wel beweerd dat het van twee kanten voedt, maar op een hele ongezonde manier. Dat is je, nee, Janora. Komende maanden in de winterperiode zullen we met name op onze Facebookpagina Mama Eet Wat Je Weet weer veel interessante artikelen plaatsen. Die doen we altijd ook zelf een factcheck en een cross-referentie op. Dus we plaatsen niet zomaar iets. We kijken wel altijd waar komt een artikel vandaan en kloppen de feiten die daarin staan ook. Dus dat zullen we blijven doen. En we zijn nu al bezig met het organiseren van een lentefestival. En dat zal weer in de lente van 2014 komen. Ook weer op de Dam. En daarbij willen we het eerste event van maart. En zoals we het dit keer op hebben gezet, op een bepaalde manier combineren. En nog iets meer doen met guerrilla gardening en zadenruil door de stad. En hoe dat er verder uit gaat zien, ja, dat gaan wij nog met elkaar ontwikkelen en vormgeven. En daar zal ook wel bericht van komen op de Facebookpagina. De 30 oktober is iets bij de Rai. Ja, dan is de World Seed, hoe noem je dat, beurs daar. En daar wordt ook vanuit ons, maar ook vanuit andere March Against Monsanto organisaties in Nederland
wordt daar een demonstratie georganiseerd. Ook om bedrijven die zich bezighouden met zadenhandel bewust te maken van de monopoliepositie die Monsanto heeft en het gevaar wat daaraan kleeft. Want als je meer dan de helft van de zadenhandel in je macht hebt, dan is het bijna onmogelijk om nog echt eerlijk te kunnen zijn. Dus daar wordt ook over 2 weken aandacht aan besteed bij de RAI. Dus bijvoorbeeld in Engeland, in sommige gemeentes is het al wel verboden om bepaalde groentes in je voortuin te verbouwen. Terwijl grappig genoeg er in Engeland ook hele eetbare steden worden gemaakt. Dus dat mensen de hele stad eigenlijk aan het ombouwen zijn en overal eetbare gewassen planten in plaats van prikkelbosjes. Appelbomen en kersenbomen en struiken. Dit wetsvoorstel maakt ook weer onder het mom van dat je de dingen onder controle kan houden. Maar het is wel een wetsvoorstel waarvan beweerd wordt dat die vanuit onder andere Monsanto en Synorga eigenlijk door de bedrijven of door de overheden heen gelobbyd wordt. En ja, dat maakt natuurlijk alleen maar dat hun monopoliepositie vergroot wordt. En dat is gevaarlijk. Maraca,